Deze uitzending van Markets TV wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas, Citi, Société Générale en Vonto. Het grote nieuws van vanmorgen, of eigenlijk van dit weekend, is de trade deal die China voor elkaar heeft weten te krijgen in Azië. Onder de naam RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, zijn 15 Aziatische landen met elkaar een handelsunie aangegaan, die je kunt vergelijken met de Europese Unie. Het enige verschil is dat het gaat hier om bij elkaar een geografie van 2,2 miljard mensen. En dat verrast eigenlijk iedereen, want er was natuurlijk veel animositeit tussen China en de VS. En de VS is bezig geweest om eigenlijk landen tegen elkaar op te zetten. Maar achter de schermen heeft China deze trade deal voorbereid. En daarmee boeken ze gewoon een gigantisch succes. Als je ook ziet wie er meedoet, het zijn de 10 landen die al verenigd waren in de Zuid-Aziatische vereniging, ASEAN. Maar daarbij komen dus naast China, Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. De US is nergens te bekennen. Misschien kan je je nog herinneren dat Obama, die was begonnen met een alternatief, TPP. Maar dat heeft Trump in 2017 afgezegd. Hij is wel bezig geweest om wapens te verkopen aan Taiwan en aan India. Maar ondertussen heeft China hier aan gewerkt. En dit is natuurlijk veel positiever. En ook het feit dat landen als Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland meedoen. Dat zegt gewoon heel erg veel. Nou, dit nieuws is net uit. Ik zag vanmorgen al een bericht dat ze gaan proberen om in de komende jaren 92% van alle handelstariffs, de invoerrechten, te verlagen met 92% in de regio. Moet er niet te hard van stapel lopen, het is net als bij de EU. Dit verdrag moet in de komende 2 jaar nog geratificeerd worden in al die landen. Moeten we even kijken wat er allemaal gaat gebeuren. Maar het feit dat dit nu wordt aangekondigd met zo'n mooie online sessie met alle landen aanwezig in het weekend, dat zegt heel veel en daar gaat een enorme economische kracht van uit. Wat ze overigens ook nog gezegd hebben, rechts onderin, India, die is uit de onderhandelingen gestapt een paar jaar geleden. Maar dat zijn ook nog 1,2 miljard mensen. Ze hebben gezegd, de deur staat altijd voor jullie open. 3 regio's, Europa, VS en het Aziatische gebied voor wat betreft de economie. Om even een idee te geven wat ik doe met Markets Are Everywhere. Uitgerekend vanavond is het maandseminar voor leden van Markets Are Everywhere. Daar ga ik dieper op de materie in. Kijken we ook naar concrete beleggingen. En je kunt al lid worden, basic member, voor een half jaar. Of meteen een jaar lidmaatschap. En dan kun je meteen meedoen met de cursus aandelenanalyse die morgen begint. Want die zit bij het lidmaatschap inbegrepen. Goed, ik heb net vorige week, ik ben natuurlijk heel veel met China bezig geweest de afgelopen maanden, dat hebben jullie al gezien. Net vorige week een video met de naam Clash of the Empires online gezet. Een interview, of eigenlijk een presentatie van Louis-Vincent Gave. Ja, soms heb je wel eens van die presentaties dat je denkt, dit moet gewoon iedereen zien. Het is wel een uur, dus je moet er even voor gaan zitten. Een aantal conclusies daaruit, de yuan wordt sterker. En ja, dan kan je zeggen, dat weten we allemaal al. Dat zie je overigens niet aan de grafiek. Maar hier wordt ook onderbouwd waarom het zo gaat zijn. China die wil minder dollar afhankelijk worden. Dus die doen er veel aan om zowel de yuan, ook wel de renminbi genoemd, en de Chinese staatsobligaties aantrekkelijk te maken en te houden. Ze betalen bijvoorbeeld een positieve rente, die staatsobligaties. Maar ook de fabriek China die draait op volle toeren. Ik zag daar ook vanmorgen nog een bericht voorbij komen dat in oktober de factory output weer met 6,9% is gestegen. Er wordt heel veel verkocht aan het buitenland. En daar komt dus ook heel veel geld China binnen. China wil minder afhankelijk worden van de dollar. Denk eraan dat ze bijvoorbeeld, denk ik, met Rusland in gesprek zijn om de olie vandaar te krijgen, maar dan niet meer te betalen in dollar, maar in yuan. En we hebben het natuurlijk vaker gehad over die digitale munt, de DCEP, de Digital Currency Electronic Payment Unit, wat eigenlijk de
hè, de Bitcoin-versie, maar dan in China is. Nou, daar is Louis ook ontzettend duidelijk over. Dat wordt gewoon een eigen infrastructuur, zoals Microsoft hun eigen operating systeem heeft, zoals Apple eigenlijk een eigen operating systeem naast dat van Microsoft heeft gemaakt, is op deze manier vanuit de economische kant China bezig om ook een operating eenheid te maken. Nou, koppelt dit aan die trade deal die net is afgekondigd met 15 landen, als die dadelijk allemaal die DCEP gaan gebruiken, wow, dan gaat er wel wat gebeuren. Die video staat online, kost je dus wel een uur, maar hartstikke leuk om te kijken. Dat nieuws van die Aziatische handelsunie komt voor de VS op het slechtst mogelijke moment. Als je het over de VS hebt, geldt er eigenlijk maar één plaatje. En dat zie je hier, het is de grafiek van de totale publieke schuld die ze hebben. Nou, het plaatje is natuurlijk bekend. Dit is nog een actuele van de Federal Bank of St. Louis. En je ziet dat die staatsschuld op een hoger niveau is dan dat die bijvoorbeeld was kort na de Tweede Wereldoorlog. Nou, Joe Biden lijkt nu toch wel de touwtjes in handen te krijgen. Die krijgt hier een flinke dobber aan, want die moet die staatsschuld flink naar beneden gaan brengen. Waar is Trump mee bezig geweest? Daar zie je dit, daar valt ook wel wat voor te zeggen, hè? Om bijvoorbeeld de kosten te besparen van de militaire operatie die ze bijvoorbeeld in het Midden-Oosten hebben. Ja, daar hebben ze de afgelopen 20 jaar ongeveer 1,5 biljoen dollar aan uitgegeven. Waarom was dat ook alweer? Die ramp in het World Trade Center. Toen gingen ze er onder Bush onmiddellijk achteraan om daar de aanvallers uit te schakelen. Maar ja, wat Trump ook eigenlijk zegt, het is nu eigenlijk een politiedienst geworden. Dus daar moeten we maar eens mee stoppen. Tegelijkertijd, landen als Saoedi-Arabië, die zijn er natuurlijk wel wat bang voor, want Amerika leverde altijd defensie. Die verdedigde hun ook tegen die aanvallers in de regio. En ik ken wel iemand die dadelijk bereid is om in die rol die vrijkomt als de VS weg te gaan, om daarin te stappen. Zowel Rusland als China zullen daar best oren aan hebben. En een goede bekende van mij, die zei ook, ja, in het Midden-Oosten, die woont daar. Die zegt, ja, ik valt mij wel op, wij kijken steeds vaker naar het oosten dan naar het westen. Past allemaal in hetzelfde plaatje. Nog één grafiek uit de presentatie van Louis Vincent Gave. Dat geeft je ook een idee wat je kunt verwachten als je naar die video kijkt. Op het gebied van bedrijven. Hij was op zoek naar wat is nou de key event, het belangrijkste gebeurtenis als we daar terugkijken naar 2020. Iedereen zal zeggen, ja, dat was de coronacrisis. Maar kijk nou naar dit plaatje op het gebied van chips. Dan zie je dat Intel eigenlijk de strijd heeft opgegeven dit jaar. De marktkapitalisatie van de grote concurrent TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing, ja, die is Intel flink voorbij. We hebben vorige week de aankondiging gezien van Apple, die na 15 jaar gestopt is met de chips van Intel. Nog niet helemaal, maar wel voor de nieuwe Macs. Ze hebben nu een M1. Eigen chip. En die maken ze, guess with who, met TSMC. Nou, Louis zegt ook, chips worden de nieuwe olie, want daar wordt de tech war uitgevochten. Wie heeft daar baat bij? En ik ben heel blij met mijn vrienden bij de tijd, die dit al gespot hadden in de Taiwanese DigiTimes, dat TSMC in dit weekend, en dat er ook weer bekend wordt, dat ze 13 nieuwe machines bij ASML hebben besteld. ASML is op dit moment nu het grootste techbedrijf van heel Europa. Ze zijn SAP voorbij. Topman Wenning heeft altijd gezegd, hè, want er was natuurlijk veel te doen omdat hij van Trump niet mocht uitleveren aan China. Hij had het gezegd, nou ja, als ik het niet aan de een lever, lever ik het wel aan de andere. Trade deal in Azië, TSMC heeft daar ook vertrouwen in, bestelt nu 13 machines. Ja, dit verklaart ook de enorm hoge koers van ASML, want de toekomstige winsten worden gewoon meegenomen uit dit soort deals. En ja, de vraag is waar het einde ligt. Nou, is het dan allemaal alleen maar feest in China? Nee, dat wil zeggen, ze hebben daar ook hun issues. En er was zoveel gebeurd afgelopen week, maar dit is ook van ongeveer 6 dagen geleden. We weten natuurlijk dat die Ant-IPO is afgeblazen, omdat China ook met nieuwe regelgeving kwam, last minute. Nou, als we daar nu een week naar hebben kunnen kijken,
dan zien we dat die regelgeving simpel gezegd erop neerkomt dat ze willen zorgen dat de hele grote partijen niet nog dominanter gaan worden en dat er meer ruimte is voor concurrentie. Daar is op zich helemaal niks mis mee. Want dat hebben we ook gezien toen in Amerika ze in 2000 Microsoft op die manier gingen benaderen. Waarschijnlijk heeft China daarvan geleerd. Maar voor de koersontwikkeling van de grote bedrijven zoals Alibaba, Tencent en de Just Eat Takeaway van China, Meituan. Ook Baidu, de Chinese Google, die gaan daar waarschijnlijk wat last van hebben. Maar daar zullen andere bedrijven naast staan die graag ook een deel van de taart opsnoepen. Nou, als je nog even onder naar de plaatjes kijkt, afgelopen week was ook bij Alibaba de Singles Day. Daar hebben ze voor 74 miljard dollar aan omzet gedraaid. Om het even te vergelijken, we hadden een maand geleden ook de Amazon Prime Day. Dat was een factor 7 kleiner. Nou moet ik zeggen dat Alibaba hier al wel langer mee bezig is. Dus de groei bij Amazon is groter. Maar 74 miljard in een hele korte verkoopperiode. Overigens waren in die week, hebben ze nu gezegd, de Amerikaanse bedrijven de grootste verkopers op het Alibaba platform. Dus mocht je denken dat daar geen handel meer plaatsvindt, forget about it. Dat is veel te belangrijk voor allerlei buitenlandse bedrijven om te leveren aan de interne Chinese markt. Nou, daarachteraan kwam ook nog een keer de grote concurrent. Op sommige vlakken zelfs de marktleider Tencent. Waren natuurlijk ook door die regelgeving, kregen vorige week een klap. Kwamen met Q3-cijfers, die waren weer veel hoger dan verwacht. Ook zij zetten in op de fintech. Nou, daar zal nog even naar gekeken worden in de komende maanden. Maar ook dit soort bedrijven kunnen goed profiteren van meer economisch verkeer in China en in de landen eromheen. Nou, op YouTube, voor de mensen die dat nog niet gezien hebben, heb ik een aparte playlist aangemaakt met de 4 video's die ik in de afgelopen 5 weken gemaakt heb op China. Met gerenommeerde sprekers die alles ervan af weten, er heel veel mee bezig zijn. 2 in het Nederlands, 2 in het Engels. Die laatste voor de mensen die meteen op zoek gaan, die komt vandaag online. Maar vind je het leuk om 3,5 uur terug te kijken, dan kan je hier terecht. En ja, ik ben er ook blij mee als je dit nou ook misschien nog eens een keer aan iemand in je omgeving aanraadt. Als je iets wil weten over de opkomst van China, veel professionele kennis, kijk naar die video's. Nou, er zijn natuurlijk ook mensen die zeggen, ja, 3,5 uur kijken. Wat denk je zelf? Daar heb ik allemaal geen tijd voor, ook geen zin in. Kort door de bocht. Ik heb zelf wel heel veel naar de markt gekeken. 2 partijen, Gavecale Research van Louis-Vincent Gave, die hebben ook al sinds 2012 een China Fixed Income Fonds. Sinds vorig jaar hebben ze daar ook een UCITS variant van. Ik zeg niet dat je dat nu moet gaan kopen, maar ben je geïnteresseerd, ga hier zelf eens op onderzoek uit. Hetzelfde geldt voor de ETF's van CraneShares. Dat is een gespecialiseerde aanbieder. Ze hebben op dit moment 14 ETF's, waarvan er 4 geschikt zijn voor Europese beleggers. Ik kijk bij hen met name naar de aandelen ETF's. En daar hebben ze er 3. Een breed gespreide in de MSCI A-shares. Een China Internet, de K-Web. Dat is degene die ik zelf overigens heb, om daar even transparant op te zijn. En ze hebben nu ook een duurzame variant, de KESG. Nou, logischerwijs, dit is geen advies om ze te gaan kopen. Dit is een advies om je er heel goed in te gaan verdiepen. Of je er wat mee doet, daar moet je je eigen onderzoek voor doen. Het is een mooi bruggetje naar het aandeel van de week bij Markets Are Everywhere. Ja, en dat kan er eigenlijk maar 1 zijn en dat is NIO. NIO is de Chinese Tesla, wordt het wel genoemd. Maar dat is natuurlijk veel te kort door de bocht. Omdat het die bijnaam heeft gekregen, is het aandeel, mocht je denken, de beurs beweegt niet, in het afgelopen jaar, jij hoort het goed, in het afgelopen jaar, sinds het begin van het jaar met 1008% gestegen in dollar term. Nou, de auto die je op de voorplaat ziet van
dit verhaal, dat is de NIO EP9. Daarmee verrassen ze in 2007 door de allersnelste tijd neer te zetten op het Formule 1 circuit van de Nürburgring in Duitsland. Een record wat overigens inmiddels door Volkswagen er is verbroken. Maar de meeste afzet in China hebben ze met dit model, de ES6. Nou, omdat er werd gezegd, ja, moet luisteren, als Tesla zo hard gaat, NIO zit op pole position om de Chinese markt te bedienen. Ja, dan gaat dat ook naar dit soort waarderingen. Staat het aandeel nu op $44.56. Het heeft een notering in Amerika. En het heeft zelfs een high gehad op $54.20. NIO is het afgelopen jaar, las ik in een artikel op de CN Tech Post, een beetje de Wall Street darling geworden. Die artikelen ook wel voorbij zien komen. Bijvoorbeeld analisten van Deutsche Bank en van JP Morgan zijn waanzinnig enthousiast en zeggen, ja, nou, er zit eigenlijk geen grens aan de groei hier. En dat heeft er ook toe geleid dat Bridgewater, het allergrootste hedge fund ter wereld, met meneer Ray Dalio, die je hier ziet, die was al ingestapt voorzichtig bij NIO. En dit weekend kwam ook het bericht uit dat hij in Q3 zijn positie nog een keer verdubbeld heeft. Dus ja, Bridgewater gaat mee in het verhaal van de analisten, zo lijkt het. En ziet een gouden toekomst voor NIO. Nou, dan is het altijd goed als er ook wat tegenwind is. En dat komt in dit geval van Citron Research. Citron wordt geleid door meneer Andrew Left, die je hier ziet on the right. En die kwam afgelopen vrijdag met een short call. Nou, daarop ging het aandeel 14% naar beneden. Maar ja, als je net dit jaar op plus 1100% stond, mag er dan ook wel een keertje 14% af. Maar het is gewoon interessant om te horen wat hij te zeggen heeft. Om te beginnen, Citron is in de afgelopen jaren heel erg positief geweest over NIO. Ze hebben dit aandeel aan hun klanten aangeraden vanaf $7. Maar ze zeggen, ja, nu wordt het gewoon echt te gek. Wat het mooie is van dit soort partijen, vind ik, dat ze hun investment case, die staat gewoon op internet. Als je gewoon even zoekt op citronresearch.com, kan je het vinden. Voor jullie gemak heb ik hem hier ook gewoon even ingeplakt. Het zijn 3, 4 A4'tjes. En wat zij zeggen is van, ja, de mensen die nu nog steeds NIO kopen, die zijn vergeten te kijken aan de prijsdaling die Tesla doorvoert voor de Model I. Ja. NIO heeft gewoon meer marge nodig om uit de opstartkosten te komen. En wij zien het aandeel teruggaan naar $25. Ja. Dus zij zeggen, we waren heel positief. Is het de nieuwe Tesla? Nee, want Tesla zal ook gewoon een heel groot marktaandeel houden. En bovendien is de concurrentie die je verder hebt in de Chinese markt, die is hartstikke sterk. Dus de waardering die er nu staat is te gek. Je moet er nu uit. Hè? Enjoy your profits and rotate out of NIO. Dat is wat Andrew Left hier zegt. Laten we even een stukje eigen onderzoek doen. Ik had nog niet de getallen van oktober op een rijtje. Die kwam ik nog niet tegen. Daar worden wel wat artikelen over geschreven. Maar dit zijn de cijfers van september. De trend is duidelijk. Even voor jullie beeldvorming. Als je NIO minder goed kent. Het is wereldwijd nu de nummer 20. Niet van alle auto's. Maar van elektrische auto's. Ja? Ze hebben dit jaar 26.000 auto's. Elektrische auto's van de band laten rollen. Nou, de marktkapitalisatie van een paar grote bedrijven. Je hebt Tesla, dat is natuurlijk bekend, staat op 3,87 miljard. Overigens is, even voor de vergelijking, NIO is met 1008% gestegen. Tesla is dit jaar met 388% gestegen. Dus NIO ging nog een factor 3 keer zo hard. Tesla heeft een market cap van 387 miljard afgelopen vrijdag, 13 november. Volkswagen is de nummer 2, zit op 77 miljard. Maar NIO, dat qua verkopen op nummer 20 staat, en dan alleen nog op het elektrische gedeelte, heeft al een beurswaarde van 60 miljard. Nou, analisten lijken het er wel een beetje over eens te zijn. Je hebt in China praten ze over de Fab Four, Fabulous Four.
NIO, Xpeng, WM Motor en Li Auto, daar lijkt NIO wel de favoriet te zijn. Maar ik kan Andrew Left wel volgen als die zegt, ja, maar dit is wel een beetje te gortig en dat kan niet zo blijven. Aan de andere kant, als je het koppelt aan die trade deal van vanmorgen en bijvoorbeeld kijkt naar projecties die gerenommeerd bureau Bloomberg heeft gemaakt over de EV-sector, hè, de electric vehicle, als je die EV-term nog niet hebt gehoord. Ja, heel veel is er in het Engels, dus onthoud dat. Daarnaast heb je overigens ook nog NEV, dat is New Energy Vehicles. Dat is weer net wat anders, want er zitten bijvoorbeeld ook waterstofauto's bij. Wat ik wil zeggen met deze plaatjes is, je weet natuurlijk nooit of die verwachtingen uitkomen, maar de groei die wordt geprojecteerd, met name vanaf nu, in China en in Europa. Dat verklaart natuurlijk waarom dat mensen zeggen, wacht eens even. Het zal wel zo zijn dat NIO nu pas 26.000 auto's heeft verkocht dit jaar. Maar dat zeiden we een paar jaar geleden ook van Tesla. En kijk eens wat daar gebeurd is. En als het nou zo is dat NIO zich daar op wat voor manier ook weet op te werken. Dan kunnen ze misschien wel een heel groot marktaandeel afpassen. Nou, waarom is het het aandeel van de week? NIO komt deze week, dinsdag 17 november, na het slot van Wall Street, met een update van de Q3-cijfers. Dalio, met het grootste hedge fund ter wereld, zit flink long. Andrew Left heeft een bommetje gelegd afgelopen vrijdag door te zeggen, ja, maar luisteren, ik heb een track record en ik ga hier short. Aanstaande dinsdag zullen we meer weten, maar voor de mensen die houden van long en short en van veel beweging, is dit absoluut een ontwikkeling om deze week en daarna te blijven volgen. Ja. China, het thema, ik ga dat deze week niet afronden, maar ik zal wel een samenvattende video maken, echt waar, van de presentaties die ik de afgelopen periode heb gemaakt. Daarna ga ik een tweede stroom opzetten over klimaatverandering. Ik heb deze sheet vorige week al laten zien. En nu Joe Biden gekozen is en vanaf 20 januari, als het goed is, aan de slag kan. Op dag 1 gaat hij meedoen met het klimaatakkoord van Parijs. Ja, en geloof mij, klimaatverandering wordt het grote thema. Het wordt alleen nog maar groter in de komende jaren. Daar passen ook die elektrische auto's wat mij betreft in. Maar daar past ook in dat ik vanmorgen alweer zag dat onder andere Royal Dutch Shell een hele grote aanvraag heeft gedaan in Europa voor subsidie om projecten op te starten. Nou, die oude oliemaatschappijen die lijken verrast te zijn, net zoals Amerika misschien verrast is door wat China nu in de Aziatische regio voor elkaar krijgt. Dus die klimaatverandering, dat zou de komende jaren heel snel kunnen gaan. En daar gaan we met z'n allen naar kijken. Vorige week ook gezegd, het stond nu ook in Forbes, eigenlijk al een paar weken geleden, hè, die 78% stijging in de climate change new energy sector, die is ongelooflijk. Ik kwam bij mijn eigen research nog een hartstikke goed getimed artikel tegen in de Forbes van Peter Garnry. Dat is het hoofd aandelenstrategie van Saxo Bank. En die heeft al in januari van dit jaar gezegd, dat is de megatrend met een lijst aandelen erbij. Die krijg je zo van me. Nou, en kort geleden, hè, als je nog niet overtuigd bent van dat climate change the next thing gaat worden, heeft de ECB ook gezegd, die sustainable linked bonds, die nu overal worden uitgegeven, waar ook een heel groot gedeelte van de steunpakketten vanuit de coronacrisis naartoe gaan, die gaan wij ook tellen als collateral. Die doen mee. Dus als de ECB zegt, wij kopen obligaties op, dan zouden dat dus ook die obligaties kunnen zijn. Dat geeft natuurlijk die markt een steuntje in de rug. Hier die lijst van Peter Garnry. Ook hier geldt weer, niet allemaal blind gaan kopen. Hij noemt het ook een inspirational list. Let even op, dit is een lijst van januari 2020. Ik heb die zelf ook niet geüpdate. Ik ga dat binnenkort eens aan hem vragen of hij dat voor ons kan doen. Dan zal die ongetwijfeld ook staan op de website van Saxo Bank. Nou, je ziet hier zonne-energie, windenergie, fuel cell, electric vehicles, waterstof, nucleair zitten tussen. Recycling, water. Ja,
eigenlijk alles bioplastics en building materials, allemaal aandelen die het komende jaar meer in de picture zullen staan. En dat natuurlijk al het afgelopen jaar hebben. Ik was ook nog even aan het kijken naar een webinar van RTL Z, waarin Bob Homan van ING zijn keuzes voor 2021 presenteerde. Hij had daar 11 aandelen. Als je het leuk vindt, moet je even terugkijken. A Brave New World heet het webinar. Maar ik haal er eentje uit. En dat is Lafarge Holcim. Dat is eigenlijk een cementbedrijf, zou je kunnen zeggen. Frans bedrijf, Europees, is ook wel eens leuk om iets te zien. En ja, ik zat op die website te kijken. Weet je, zij adverteren ook meteen van Build Your Green City. Koers heeft het niet fantastisch gedaan afgelopen periode. Maar die zitten waarschijnlijk, geen enkele twijfel aan de analyse van ING, in een hele goede positie om meer telefoontjes te krijgen voor hun product in de komende periode. Erg interessant. Ja. Tot slot, vind je het leuk om vanavond mee te doen? Of anders volgende maand, word lid. Ja, zoveel kost het niet. Je helpt Markets Are Everywhere daar ook gigantisch mee. Kan ik ook de dingen blijven doen die ik doe. Maar vooral kan ik je in die webinars zelf ook persoonlijk je vragen beantwoorden. Dat is de toegevoegde waarde. Je kunt vragen beantwoorden. Je kunt mij ook dingen laten uitzoeken. Als je dat leuk vindt, maak er gebruik van. Ik zou bijna zeggen, zolang het duurt. En je kunt dan ook meteen meedoen met de online cursus aandelenanalyse. Heel veel mensen zeggen van, hoe kan ik nou zelf bepalen of een aandeel duur of goedkoop is? Nou, dat ga ik je in de komende 3 weken allemaal uitleggen. Ben je nog niet geabonneerd op dit YouTube kanaal? Doe dat dan even. Ik vind het ook leuk als je de content interessant vindt. Als je daar anderen op wilt wijzen. En dit is het wekelijkse beleggersjournaal onder de naam het Turbojournaal. Dus volgende week maandag komt er weer een nieuwe versie.